Welkom bij de Inbeweging 3.2 Biocast. Botten kunnen op verschillende manieren aan elkaar zitten. Dat kan met een gewricht zoals je hier ziet. Dat is heel goed beweegbaar. Het kan ook met kraakbeen, zoals het blauwe wat je hier ziet tussen de ribben en het borstbeen. Dat is een stuk minder beweegbaar, maar nog wel voldoende om adem te kunnen halen. De botten in je schedel zitten aan elkaar met een naadverbinding. Daartussen, tussen de botten van je schedel, is geen beweging mogelijk. In je heiligbeen, daar zijn de botten met elkaar vergroeid. Dat zijn eigenlijk wervels die allemaal aan elkaar vastgegroeid zijn. En daartussen is geen beweging mogelijk. Hier zie je een gewricht en we bekijken de onderdelen. Hierboven, dat heet de gewrichtskom, daaronder de gewrichtsknobbel en het donkergrijze gedeelte daartussenin is kraakbeen. Dat is heel erg glad en dat zorgt dus dat de botten makkelijk en soepel over elkaar kunnen glijden. Dat wordt nog geholpen door het blauwe, het gewrichtsmeer, wat zorgt dat de boel goed gesmeerd is. En om dat gewrichtsmeer in het gewricht te houden, is er een gewrichtskapsel. En sommige gewrichten hebben ook nog gewrichtsbanden daaromheen, om de zaak bij elkaar te houden. Je hebt verschillende soorten gewrichten. Zoals hier een kogelgewricht, wat je bij de kom van de heup en de knobbel van het dijbeen hebt. En die kunnen in twee bewegingen, in twee vlakken, bewegen. Je kan er dus veel bewegingen mee maken. De heup kan veel bewegingen maken. Opzij, naar voren en naar achteren. Je kunt je voorstellen dat zo'n gewricht nogal wat te verduren heeft. Oudere mensen kampen daarom wel eens met een gewrichtsslijtage. Daarom kent men soms een kunstgewricht. Zo'n kunstgewricht zie je hier op een foto links. Het opperarmbeen en de ellepijp zijn met elkaar verbonden door een scharniergewricht. Dat kan maar in één vlak bewegen. De knie kan alleen maar op en neer. Dat is prima om te lopen of om een flinke trap te geven. Het dijbeen scharniert met het scheenbeen. Bovenaan zie je de knieschijf. De blauwgekleurde streep is een knieband. Aan de achterkant zie je de kruisband. Die gele stukken zijn kruisbeen die voor de vering dienen. Je noemt zo'n stuk kruisbeen een meniscus. En tenslotte, je ellepijp en je spaakbeen zijn verbonden met een rolgewricht. En dat zorgt ervoor dat je hand kan bewegen. Kan draaien dus terwijl je arm gestrekt houdt. Wist je trouwens dat je net zoveel spieren hebt als Arnold Schwarzenegger? Een stuk of 100 heb je er, 600 heb je er. Alleen de grootte van die spieren verschilt. Hier zien we zo'n spier en die zit met een pees vast aan een bot. Dit is de eigenlijke spier en die is omgeven door een spierschede. En in die spierschede zitten allemaal spiervezels. Die spieren werken samen, zoals hier de biceps, de armbuigspier, en de triceps, de armstrekspier, die zorgen dat je je arm kan buigen. Overeenkomstig de openweging ervan maakt men bij de spieren onderscheid tussen buigers en strekkers. Bij het samenstrekken van de ene spier moet de tegengesteld werkende spier verslappen. Je kunt bewegen door je gewrichten, maar dat gebeurt niet vanzelf. Daar heb je wel spieren bij nodig, zoals de biceps en de triceps. Als de biceps samentrekt, gaat de onderarm omhoog. De arm buigt, de biceps wordt korter en dikker. Als de triceps aan de onderkant samentrekt, wordt de arm juist gestrekt. Kan buigen en weer kan strekken. Je hebt ook nog andere soorten spieren, de kringspieren, zoals hier bij je mond. En een lengtespier, als je die aantrekt, dan wordt die korter en dikker. En een kringspier, als je die samentrekt, wordt de opening kleiner. En de spier wordt ook weer dikker natuurlijk. Lengtespieren en kringspieren werken ook samen in je verteringsstelsel.
Hier zie je het voedsel door de slokdarm bewegen als gevolg van lengtespieren en kringspieren. En het gaat eigenlijk op dezelfde manier waarop je een tube tandpasta leegknijpt. Daarmee verplaats je dus de tandpasta in de tube. En dat gebeurt door de kringspieren achter het voedsel samen te trekken. En op de plaats waar het voedsel is, daar zijn de lengtespieren aangespannen. Peristaltische bewegingen noemen we dat. Hier heb je een bijzondere spier, het hart. Dat is eigenlijk een holle spier. En die zorgt ervoor dat het bloed door je lichaam gepompt wordt. Dit was hem alweer, de 3.2 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.